ik heb de hele dag niet gevlogd, dus ik begin nu mijn vlog. Wij zijn bij Theater Speeldoos. Hallo! In Baarn. En dan gaan we met z'n allen optreden. En daarna naar de grote finale kijken. Want Kisses gaat Nederland tegenwoordig opmatten. Helemaal vol. Top. Dit is de dressing room, soort van. Dus laten we zo maar lekker naar de zaal gaan. En ja, gaan we lekker zingen. Ga jij lekker zingen? Gaan we gewoon een potje zingen. Lekker zingen. Ja. Gaan we lekker zingen. Let's sing. We gaan een potje zingen. Ga je zingen, jongen. En dan is het ik. Wacht. Werk aan jullie uit. Is dit Fighter? Ja, Fighters. Nee, begin te oplopen. Ruim 67.000 followers op Instagram en per dag komen er zo'n 100 bij. Ja, met haar Engelse manager zit er pas een heleboel in het verschiet en ze gaat ongetwijfeld binnenkort de grenzen over. En daarom zijn we heel blij dat ze hier vanmiddag ook is. Daar is ze, Julia! Thank you.
Ja, en voor de danseressen. Ja, mag ik haar applaus? Danseres 1 van het deel. Kom aan. Blijf lekker bij zijn wij. En Julia, jij hebt een Engelse manager, ik vertelde het net al even, en hele internationale plannen, hè? Waar ben je mee bezig? Ik heb vorige week een kerstsingel opgenomen met 30 YouTubers uit Amerika, Engeland, Australië. Die komt binnenkort online. Dus het feit dat jij hier in Baren in Nederland staat, is binnenkort, is dat echt verleden tijd? Nou, ik hoop het stiekem wel. Ik zal altijd terug blijven komen naar YouTube, dus wel dat wel. Goed zo, maar hele internationale plannen. Dus wat zou je het liefste willen? Ik denk dat ik dan ook in die kleuren, maar wat zou je het liefste willen? Ja, gewoon internationaal keihard doorbreken en gewoon hoog niveau, stadions, alles. Gaat het lukken? Ja! Ben ik ook van overtuigd. Dank jullie wel! Wat verwacht je van vandaag? Wat verwacht je van de kisses vandaag? Eigenlijk denk ik wel dat ze kans maken om te winnen. In ieder geval top 5, maar je weet niet meer waar het is. Nee, dan heb je een prognose, heb je een schattingje waar ze naartoe gaan. Ik denk wel top 5 toch een beetje leuk. Ja, dat weet ik. Ik heb hem ook gehoord. Ik vind hem ook heel erg leuk. En weet je nog dat gevoel vlak voordat jij dan op moest, hoe dat was? Nou, mega eng. Want je weet gewoon, je ziet eigenlijk niet waar we in de zaal. En je weet gewoon dat jij voor je land nu het moet gaan doen. En mensen, zeg maar, als ik vals zou gaan zingen, dan zeggen mensen van buitenland niet, oh, Lila zingt vals, maar Nederland zingt het vals. Nederland is slecht. Dus dat, ik weet dat ik mezelf een beetje aangepraat of niet zo slim was, maar het lag heel kort. Dus jij dacht even dat jij heel Nederland eigenlijk was op het podium zo voelde. Ja. Oh ja, dat is wel een flinke druk dan die je op jezelf legt. Dat ben ik heel eerlijk in. Maar ja, je hebt het nog niet gedaan, dat is slecht. Als laatste nog, heb jij misschien een leuk nieuwtje waar je nog wilt vertellen aan de lieve luisteraars van Efteling Kids Radio? Ja, zeker. Op 1 december komt een nieuwe kerstje. Ja, je moet morgen even koken. Happy dag. Met die roze shirt aan, Julia. Die? Oh. Thank you.
Ja, dat is wel een flinke druk dan die op jezelf ligt. Dat denk ik heel eerlijk. Maar daar komt voor jou staan. Ja, dat is wel een flinke druk dan die op jezelf ligt. En hier is het bij de DJ. En dan is het bij de DJ.